Ik heb vandaag een heel groot pak bij. A huge package. Van Zalando. Ik heb veel te veel kleren besteld. Veel te veel kleren. En ja, ik heb daar heel veel geld aan uitgegeven. Een beetje te veel. Je hebt het wel in de titel gezien. 250 euro. Dat is echt waar. Het is 250,13 cent. Dat is echt gewoon zat veel. Ik ga dat vandaag met jullie open doen. En ik moest misschien nog zeggen. Helemaal, ik ben Kathleen. Oké. Was het. Dus ik heb dat grote pak bij. En zei dat ik nog maar één stuk had aangekregen. En dacht, dat pak is veel te groot voor één kledingstuk. Dus ik heb het al open gedaan om te kijken wat er al in zat. Het is dus alle stukken zitten er al in. Dus ik ga dat nu open doen. En ik ga het daarna allemaal aandoen. En ook voor jullie filmen. Dus dat gaan jullie tussen de video's in ook zien. Ik ben gewoon heel benieuwd, want ik heb heel veel nieuwe kleren nodig. Heel veel kleren moeten uit mijn klerenkast en weg. En heel veel nieuwe moeten er dus in. Dus ja, ik ben benieuwd. Want ik ben moeilijk in kleren. Dus ja, let's see. Oh ja, en voordat ik alles bestelde, heb ik altijd heel goed gekeken naar wat de mensen erover zeiden. Naar de maten. En ik heb mezelf ook echt de hele tijd zo zitten meten met een meetlat. Als ik daar niet bij had, met een geodriehoek. Dus ja, ik hoop dat het allemaal wel een beetje goed gaat zijn. Dus het eerste, dat gaat Sanne niet leuk vinden. Is paars. Whoopsie. Maar ik wou het in het groen en dat was er niet meer. Dus het is eigenlijk gewoon een t-shirtje. Ik ben heel benieuwd. Het is een extra small. Ik zal ook alles in de beschrijving hieronder zetten. Zodat als je het leuk vindt, het ook daar kunnen vinden. Gewoon een gemakkelijk t-shirtje. Ik denk dat het wel wat kort gaat zijn. Of niet? Nee. Gaat nog wel goed zijn, denk ik. Oké, dus ik ben benieuwd. Ik vind het nu wel leuk. Het voelt ook heel goed, het stofje. Dan gaan we over naar het volgende. Dat is een wit shortje. Van Bershka. Dat is meestal wel iets dat goed zit, vind ik. Dat was wel een beetje lastig met de maat. Want ik heb dit shortje ook in het zwart. En ik heb van de een maat 34 en van de andere maat 36. Want van het ene was het andere niet meer. Dus ja, met de als maatje 34 past, dan moet ik gewoon die andere wegdoen en van 34 bestellen. En dan weet ik dat die goed zit. Dus. En andersom van 36. Geen idee wat dat logisch was, maar ja. Dit is het witte shortje. Zou dat passen? Welke maat is dit? Dit is de 36. Zou dat passen? Ik heb geen idee. Jullie zullen zien. Ik vind dat wel leuk. Hier zo een klein beetje geribbeld. En hier een klein beetje. Maar zo niet meer als dat. En dat vind ik wel fijn. In het zakje. Dat alles netjes bij elkaar blijft. Het volgende is een joggingbroek en daar heb ik echt super veel zin in. Want ik had die gezien op Zalando en ik dacht die moet ik hebben. En toen was mijn maat weg. Dus heb ik me ingeschreven om een mail te krijgen als mijn maat er terug was. En die was er dan terug en heb ik die direct besteld. Dus ik had er veel zin in. Let's open. Wauw, oh my god. Dat voelt echt wel goed. Niet heel zacht, maar ook niet zo hard. Ik heb het in maat. I don't know. Het is van Pink Soda Sport. En daar hadden ze nog wel andere leuke dingen. Nu weet ik niet of ik effectief nog andere dingen ervan heb besteld. Ah, hier. Een 34. Tada! Dus dit is aan de bovenkant. En aan de zijkant, zoals ik zei, dat is het zo'n ding. Volgens mij heb ik geen idee, want ik zit, hè. Dus dat kunnen we niet zien, maar ik denk wel dat dat goed gaat zijn. Dat het niet groter mag zijn. I'm super excited about this one. Volgende is een trui. Die vind ik echt wel heel leuk. Die gaat van donkerblauw, alleen redelijk lichtblauw, eigenlijk naar wit. Dus ik heb deze in maat extra smal. Ah, magic. Oh my god. Het gevoel is echt hoe dat ik een trui wil. En dit is hem. Hey. Wauw. Oké, ik heb echt geen idee. Volgens mij is die wel een beetje kort. Misschien ook een beetje groot. Nochtans is het dan een extra smal hoor. Ik heb geen idee. Het wordt zo'n twijfelaar volgens mij. We'll see. Ik vind wel de kleuren echt wel heel mooi. Net zoals op foto. Dus van lichter naar wit. Dat vind ik wel tof. Ik weet het is wit. Dat wordt vuil. Maar ik vind het mooi. Oké? Okay?
volgende is een t-shirtje van Adidas. Echt heel simpel en eenvoudig. Ik denk dat het ook wel leuk voor thuis. Hierin heb ik maat, dus small denk ik. Ja, small. Omdat er volgens mij toen in de review stond dat dat best klein uitviel, dacht ik dan pak ik een maatje groter als normaal. En volgens mij gaat het echt goed zijn. Ik denk het wel. Ik vind de kleur heel leuk. Het is wel een beetje opvallend. En eigenlijk doe ik niet zoveel opvallende kleren aan. Daarmee bedoel ik echt van dat felgeel en zo. Maar ik vind het nog wel meevallen. Dit die moet ik aandoen en dan weet ik het voor zeker. Kledingstuk is een zwarte jeansbroek. Oh, ik heb twee dingen vast. Ah, die plakken aan elkaar. Ik heb twee lange jeansbroeks besteld, omdat ik echt gewoon nieuwe nodig had. Deze is ook van Bershka, dus ik denk wel dat dat gaat moeten gaan. En het is maat 34. Beneden is het ook zo gerimpeld, dat vond ik heel leuk. Eerste broek dat gescheurd is, hè. Eerste broek ever waar het gescheurd is. Dus ik heb geen idee of ik daarmee ga staan. Ik ben wel een beetje benieuwd. Ik dacht ook wel dat het iets minder grote gaten ging zijn. Ik dacht dat het een beetje kleiner ging uitslaan. Maar we'll see. We'll see. De volgende is dan die andere broek. Die is van Stradivarius. Ook gewoon een zwarte broek. Ik ga open doen. Ook maatje 34. Die glinstert precies zo'n beetje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar daar is zo'n schijn op. Ik vind het precies niet zo leuk. Zullen we hem aandoen en zien wat het geeft. Volgende is een shortje, eigenlijk hetzelfde als dat witte, maar dan gewoon in het zwart. Dus dit is maatje 34. Ik ga eens het ander terugpakken. Het witte was maatje 36. Kijk eens bij elkaar en zo. De heup is echt wel, dat is echt wel een heel groot verschil. Op vlak van lengte is het eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dus het gaat echt afhangen van, ja, van mijn heupen, hè. Welke dat beste gaat zijn, hè. Dan hebben we een kleedje. En dat... vond ik een moeilijke, hè. Het is zo met groen. En ik wou eigenlijk de rode, maar die was er niet meer. Maar ik vond het gewoon een heel leuk kleedje. En ik dacht, ik wil dat gewoon hebben. Dus ik heb het gewoon besteld in het groen. Ik dacht, weet je, misschien past het mij wel. Je weet dat nooit. Ik kijk ook altijd naar de stofjes dat het zijn. Want polyester... Don't do it. Ik bestel nooit kleren waar dat in zit, want dat plakt aan mij en dan doe ik dat niet aan. Echt waar. Zo heb ik kleren in mijn kast die ik kei mooi vind, maar dat is polyester. Dus dat begint ze helemaal tegen mij te plakken. En er mag een kleine hoeveelheid in zitten, maar echt niet het max. Niet de meerderheid. Dat moet echt de minderheid hebben, want anders plakt dat helemaal. Dus dit is het kleedje. Het is een kleedje met lange mouwen. Oh, ik ben wel een beetje stressy van deze. Want ja, ik zeg het, normaal gezien doe ik deze kleedje niet echt. Allee, die kleur is zo minder mijn ding. En je weet, sta ik er wel kei goed mee. Volgende is een wit, oh ja, weer wit, I know, I don't care, jeansjasje. Omdat ik dat gewoon echt wilde hebben. Dit is het witte jeansjasje. Het is een extra smal. Oh nee, die knoppen zitten zo keigoed ingepakt. Dus het zijn geen witte knoppen, het is gewoon ingepakt met papier. Volgende is een gewoon wit topje, maatje small, omdat het eigenlijk echt gewoon een wit t-shirtje is. Heel eenvoudig wit topje, volgens mij heel strak en een beetje te klein. Misschien toch een maatje medium hebben moeten bestellen. Ik heb alle maten omhoog gedaan. We'll see! We zijn er bijna. Ik heb nog
twee stuks. Het volgende is, wat was dit? Een rokje denk ik. Is het een rokje? Wow. Oh, dat ziet er echt wel kei leuk uit. Oh ja, maar ik denk wel een beetje kort. Dan hebben we het laatste. En dat is een trui. Dat gaat tot boven mijn navel komen. En dat wil ik niet. Crop tops mogen, maar niet te overdreven kort. En dit is te overdreven kort. Ah ja, je weet nooit als je het aan hebt dat het wel mooi is. Hè? Ik vind het wel leuk met die patroontjes. En op zich, de trui zelf voelt wel heel goed aan. Alles gepast. Ik heb altijd er goed bijgeschreven wat ik ervan vond en wat ik bijhoud en niet bijhoud. Ik ben wel heel blij met de dingen die ik allemaal had. De dingen die ik bijhoud vind ik echt top. Mijn rokje is dus eigenlijk van binnen een broekje. En ik had dat inderdaad wel gelezen bij de commentaar, bij de reviews. Maar ik was dat gewoon te vergeten te vertellen. Ik had er ook even niet meer aan gedacht. Maar het zat echt zo goed. Echt waar. Het zat zalig. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als het geval is, geef dit video een like. Abonneer ook eventjes op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik vond het een super leuke video om te filmen. En gewoon ook om te doen. En een grote dankjewel aan Sinne om mij te helpen met aan het filmen. I love you. Je zit daar op de iPad te kijken. Zeg je Sam en nu kijkt hij me aan. Ja, ik zie jullie dus heel graag in mijn volgende video terug. Doei! Jingle all the way. Oh, it's fun is to ride on a one horse open sleigh. Hey, geen idee waarom dat in mijn hoofd komt. Gek.